zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman. Welkom, hartelijk welkom bij deze aflevering van Topspijkers. We gaan terugkijken op het afgelopen half jaar Kopspijkers. Dat wil zeggen, het was een verwarrend politiek half jaar. Dus u krijgt heel veel cabaret van ons in dit overzicht. Ik ga zelf ook niet iets met honden doen en muziek van Bluff. Maar eerst maar eens een stukje cabaret. Meneer Kommerij, u bent de dichter des vaderlands. U heeft de taak op zich genomen om uw poëtisch licht te laten schijnen over droevige gebeurtenissen, nationale gebeurtenissen van ons land. Oh, ik had het zelf niet te treffender kunnen formuleren. Ja. Wel mooier, maar. Ja. Maar wat ik zeggen wil, de laatste een paar dagen wemelt het ineens op de televisie van de dichters. Is dat een nieuwe tendens? Is dat. Nou, ik was in Netwerk. Oh. Heb je mij gezien in Netwerk? Nee. Ze beelden me op, een serieus actualiteitenprogramma. Ik vraag nog, gaat het over Herman? Is het een spelletje? Maar ze wilden een gedicht van mij. Ja, maar Bart, je bent toch ook dichter? Ja, van origine wel, ja. Maar tegenwoordig ben ik fulltime bekende Nederlander. Ja, ik zat in Netwerk, het was Netwerk. Ja. Okay. Heb ik hier al een keer gespijkerd? Ja, dat heb je ook al een keer gedaan. Ja, was ik leuk? Ja. Heb ik al een aapje gewonnen? Nee, Bart, nou even wachten. Meneer Kommerij, even tot u. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de laatste regels van het gedicht wat u deze week geschreven heeft, speciaal deze week, of u die laatste regels van het gedicht even voor zou willen lezen? Je moet een dichter nooit vragen de laatste regels voor te lezen. Hè? Dat is alsof je een chef-kok vraagt om alleen een toetje te serveren. Ja. Maar vooruit, daar zal ik dan toch. Nu hij dood is, lijkt ook zijn aard begraven. Wrok en kleinheid maken opnieuw de dienst uit. Tranen, zie ik, valt van dit volk de rouwklacht nog te vertrouwen? Ja, ik heb dat gedicht in alle kranten zien staan, maar na de moord op Fortuin had u een gedicht waarin u de stem van het volk vertolkte. En nu, zegt u, de stem van het volk is helemaal niet te vertrouwen. Bent u niet een beetje te cynisch voor dichter des vaderlands, wat u officieel bent? Ja, ze hadden ook liever Toon Hermans gehad, maar die vertikte het om terug te bellen. Ja, maar Toon Hermans is al een poosje dood. Oh, nou, dat zullen we hem dan niet euvel duiden. Nee, nee. Nou goed, ik woon al 18 jaar in Portugal, ja. Dus ik kan natuurlijk niet alles weten. Maar nee. ik zal u laten zien wat ik bedoel. Ik heb wat beeldmateriaal meegenomen van de nationale rouw in Nederland. Zo zien wij hier in een boeket, dat neergelegd was bij een paleis, dat het woord adieu voorgoed uit het dagelijkse vocabulaire verdwenen is en vervangen is door het minder prozaïsche doei. Schitterend. Ja, er is toch alles mee gezegd. Doei. Ja, Poffertjes Bakker en veelgoedgoeroe Emiel Ratemant. Je ziet er schitterend uit, Liesbeth. Laat ze maar lullen dat je over de hil bent. Bedankt voor het compliment, maar Liesbeth zit daar. Ja. Emiel. We hebben één ding echt heel duidelijk afgesproken, dacht ik. Je zegt geen tjaka. En je waterpistool, zoals een jaar geleden in het Zwarte Schaap, heb je niet bij je, heb je thuis. Ja, tjaka! Ja, echt. En geforceerd lachen zonder enige aanleiding, dat zouden we ook niet doen. Ja? Goed, ik ga eerst naar Liesbeth. Liesbeth, we hebben het allemaal gelezen in de krant. Je hebt een lintje gekregen. Ja. Ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Ja. Ramses had er eerst een en nu ik. Ja. Ja, het is wonderlijk. Het is een roes. En ik heb hem ook gelijk aan Ramses laten zien. Toch? En wat zei hij? Ramses zei, Liesbeth List, bestaat hij nog? Ja.
Ik voel een zekere spanning tussen jullie twee, hè? Animositeit is er zeker. Ik heb anderhalf uur met die man in een schminkkamer gezeten. Ja. Ik kan u zeggen, je kunt beter dood zijn. Ach, jongens, haal op. Geen ruzie. Ja, ik heb zelf 8 uur in de schmink gezeten. Ja. Herman. Ah. Als jij nou 's morgens in de spiegel kijkt, wat denk je dan? Ik ben blij. Ah, toch wel? Ja, blij dat ik Emile Ratelman niet ben. Jij hebt last van een herfstdepressie. Dat zit dus je oren. Ja, ja. Maar waarom? Wat voor kleur zou jij die herfstdepressie willen geven, Herman? Wat voor kleur? Pikzwart. Dat is mijn lievelingskleur. Pikzwart. Nee, dat is goed, dat is goed. Maar als we die depressie nou eens geel maken. Ja. Geel. Kanariegeel. Prachtig geel. Feestelijk geel. Wat gebeurt er dan met jouw depressie? Ah, hij is weg. Haha! Ja, nou heb ik weer een gevoel van grote leegte. Ja. Waar eerst dus die depressie zat, hè? Ja. Ik wil maar even gaan afsluiten, lijkt mij. Jack, ja. Heb ik het mis of heb ik hier gewoon voor lul gezeten? Ah, lul toch niet, mens. Lul toch niet. Nou, je hebt toch een lintje. Zeg maar. Ja. Emiel, jij staat voor mij symbool voor alle Hollanders, hè. Met een grote bakkes en met zo'n arrogante stijl. Weet je wat het met jou is? Met jou moet het afgelopen zijn met dat negatieve gedachtenpatroon. En ik ga eens wat doen om dat hele rare gedachtenpatroon overhoop te gooien. Geen waterpistool. Ik schreef naar de hele wereld hoe ze zouden moeten leven. En bij jezelf thuis is het ook een zootje. Een Walter, punt 5! Zo. Tjaka. Wacht even hoor. Tjaka. Dat had ik niet moeten doen. Dat is een beetje dom voor mij. Ja. Had ik niet moeten doen. Goed, had ik niet moeten doen. Maar begrijp je wat ik bedoel? Begrijp je wat ik bedoel, Herman? Even de boel overhoop gooien. Even ja, maar ze is dood. Tjaka. En je zou ook geen tjaka meer zeggen. Ja, maar ze is effectief dood, hè? Ja. Ah, nee, dat is me veel te gemakkelijk. Veel te gemakkelijk. Kom op, Lisbeth. De dood zit tussen je oren. Nee, de kogel zit tussen haar oren. Hè. Ik denk ineens. Straks wordt de Groep de Jong de grootste partij van Nederland. Ja. En als ik er dan niet meer ben, dan gaan de mensen leven in de geest van Minnie de Jong. Nou. Nou, ik ben natuurlijk geen waarzegster, maar ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus ik zou zeggen, Nederland is gek geworden, maar zo gek nou ook weer niet. Nee. Het wordt voor u allemaal wel heel erg makkelijk nu, ja. Want u heeft alleen nog van die groentjes als tegenstander. Ja. Balkenende is pas begonnen, Nawijn, Wouter Bos is pas begonnen, Rauwvoet bij de christelijke partij, ja. Femke Halsema. Ja, het is heel bemoedigend om te zien dat de jeugd eindelijk een kans krijgt in Den Haag. Ja. Maar wordt het nou ook niet eens binnen de SP? Nee. Oh. U bent wel het mannetje, hè? Ja, maar wel een heel gewoon mannetje. Ja. Ja. Ik heb nog één vraag aan Peter R. de Vries, want ik vraag me echt al heel lang af. Peter R. de Vries, waar staat die R voor? Nou, 3 keer raden. Weet ik veel. Richard? Nee. Rocky? Nee. Reconstructie? Nee. Die R staat voor repelsteeltje. Maar dat weet bijna niemand. Dag voor uw komst. Meneer De Vries, meneer Web en meneer Nawijn. Dank u wel. Ze zijn een beetje groter dan ik verwachtte. Bets Engel, welkom. Jij kijkt liever in de spiegel van de hond dan in de spiegel van de kapper. Dat moet je even uitleggen. Het mooie van de spiegel van de hond is dat hij direct aangeeft in zijn reacties en in zijn lichaamstaal en zijn houding hoe de ander reageert en hoe de ander de dingen doet. Je bedoelt te zeggen, als hoe ik omga met een hond en hoe de hond op mij reageert, dat zegt iets van mij en veel minder van de hond. Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Omdat een hond een roedeldier is en die is gewend om vanuit zijn hond zijn constant in de gaten te houden wat degene die met hem werkt, wat hij doet. En daarop te reageren. Ja, nou werk jij ook met managers, die laat jij omgaan met de hond om hen te leren hoe ze om moeten gaan met hun mensen. Mag ik het zo? Ja. Nou gaan we dus even dat testen of dat zo werkt. Dat hoe ik omga met die hond, hoe ik dan ben, dat ga jij me dan vertellen. Ja? Nou ja, hoe je bent. In ieder geval zal ik zien wat ik zie. Ja, je ziet wat je ziet. Ja, dat is... Ja. Ik zeg erbij, ik ben bang voor honden. Dat zeg ik erbij. Dat is oké. Moedig van je. Nou, wat moet je ik mag doen? Er één kiezen. Ja, ik ben...
Hij ben die grote? Die grote. Ze zijn niet getraind of zo, hè? Of nee, speciaal niet getraind. Om speciaal met jou te die werken grote. Of zo. Nee. Ja, en nu? Nou breng ik de andere even weg, anders heb je er drie. Dat is een beetje veel. Oké. Kom maar. Ja, maar hij gaat... Blijf. En nou is de bedoeling, dan krijg je een opdracht van me. Ja. De bedoeling is dat je deze hond zo motiveert... Ja. Dat, en zo duidelijk maakt wat je van hem wil, dat je hem kan laten kruipen. Pardon. Nou, is goed. En dan krijg je, om je een beetje te helpen, krijg je een paar koekjes. Lekkertjes. Dat is voor hem. Dat is om je hem mag te... ze ook zelf opeten. Dat zou ik zelf opeten. Ja, hoor. Nee, die krijg je. Dat moet ik nu gaan doen. Kan ik hem ook loslaten? Mag ook. Ik weet niet wat hij gaat doen. Kijk eens, die krijg je als je nu kruipt. Kruipen. Oké, je bent nu heel onduidelijk, zeg. Waarom? Ik zeg toch kruipen tegen je? Ja, maar dat werkt niet. Hij is dan niet doof? En als jij Japans tegen mij spreekt, dan versta ik dat ook niet. Dat dus begrijp je zal niet. Het hem op een andere manier duidelijk moeten maken. Moet ik het vol gaan doen? Bijvoorbeeld. Hoe heet hij? Clannet is dat. Clannet! Clannet! Clannet vindt op jou op dit moment minder interessant dan ja, maar ik heb koekjes. Oké, laat het hem maar zien. Koekjes, kom. Nee, achter me. Ik doe het voor. Oké, dat is duidelijk. Ja, maar nou wil hij dat koekje. Je krijgt een koekje alvast. Dat betekent dat jij er vast beloont voordat ze gedaan heeft wat ze moet doen. Zo krijg je mensen nooit aan het werk. Ja, maar zo ga ik met mijn mens om. Ja. Ik... Ja, kom. Ga maar. Ik voel mijn vrouw ook eerst dronken en dan ga ik mee naar bed. Ja. Nee, maar deze krijg je daarna. Kom, achter, kruipen. Ik doe het wel kruipen. Later eens, motiveer er eens om werkelijk te doen wat je van me wil. Je bent heel onduidelijk. Ik zou Clannet als Clannet was je absoluut niet begrijpen. Ga zitten. Oké. Ja. Oh, nee, af. Dat is zit. Heel goed, heel duidelijk. En nou kruipen. En later... Oké, motiveer. Ja? En duidelijk. Laat hem maar duidelijk. Je bent een beetje onrustig. Daar wordt ze wat onrustig van. Ruik aan het koekje. Ja, dat doet hij. Dat is een ander bevel, maar doe het wel. Ja, doe maar. Kruip. Maakt niet uit. Oké. Okay. Kruip. Je bent erg goed in het voordoen. Hij bespringt me toch niet? Dat toch niet. Kruip. Kruipt hij al? Wat ik zie is dat je er een prachtige opdracht laat doen. Die heb je niet helemaal opgekregen. Ja, maar in gedachten dacht mooi. Ik, loop een rondje. Ja. Kruip. Kruip. Ga dus dan kruip, man. Je bent creatief. Mijn hemel. Komt hij van het doveninstituut? Wat is de conclusie nu? Nu kunt u een conclusie trekken. Nou, de conclusie die ik nu trek is dat je in dit geval, wat ik gezien heb, vrij onduidelijk bent. Ja. In hetgene wat je wil. En je bent heel creatief, want je laat er iets heel anders doen dan wat ze zou moeten doen. Maar je zou er ook gewoon kunnen laten kruipen. Oké, duidelijk. Bets Engel, dank voor je komst. En jij ook bedankt. Goed, begin dit jaar verscheen dat prachtige nieuwe album Blauwe Ruis. Ze toeren momenteel door het hele land. Tot november zijn ze nog overal te zien. Maar speciaal voor ons hier nu. De première van hun nieuwe single komt ook van het album Meer van jou. Hier is Bluff! Ik heb een aantal beelden van die miljonairsbeurs op een rij gezet. En dan zou ik willen vragen of u dat is van uw commentaar wil voorzien. God, maar dat kan toch helemaal niet? Tuurlijk wel. Dat kan niet alleen proviest. Kan dat toch? Probeert u het. Ik doe dat altijd een keer of 18 Probeert u het. Dag, God, kijk, ja, de komende beelden. De miljonairsbeurs voor hen die op veel te grote voet leven. Je hoeft je als miljonair tegenwoordig niet meer te generen voor je geld. Wel voor je vrouw. Deze mevrouw smeert toch even gauw wat mascara op haar bovenlip. De klinieklowns waren ook gekomen. De hele nacht van de lach werd nog eens dunnetjes overgedaan. Ja, god, wie zijn dit dan? Wat moet ik daarmee? Daar kan ik toch helemaal niks mee? Oh, dat is Jort Kelder. Jort Kelder wachtte op zijn chaperone Willem Enstra. En dit is Marijke Helwegen, het gezicht van Vleeswaar Nederland met haar nieuwe bovenlip. Oh, dit is het monster van Breukhoven. Die had een pruik van een etalagepop afgewipt. En voor de Arabische miljonairs was er een standje van Al-Qaeda. En het bleef nog lang onrustig in de stad. Meneer Voorhoeven, als ik even naar u mag. U bent jarenlang buiten de publiciteit gebleven. En nou opeens het grote nieuws dat u zo enorm met generaal Cousy overhoop heeft gelegen. Sterker nog, Voorhoeven wilde Cousy ontslaan. Ja, ik heb dat inderdaad overwogen.
Ik heb dat zelfs vrij sterk overwogen. Ja. Ik heb zelfs op het punt gestaan om hem heel ferm de waarheid te vertellen. Maar dat is er eigenlijk nooit echt van gekomen. Nee. Maar waarom niet? U was toch de baas? Ja, dat was voor mij ook een van de opmerkelijke uitkomsten van deze enquête. Ik was dus de baas. En daar hebben ze me dus niks van verteld. Niet. Nee, dat is dus die doofpot. Dat hebben ze voor me achtergehouden. En achteraf zeg je, ja, er waren natuurlijk wel aanwijzingen voor. Ik had natuurlijk het grootste kantoor. Ja. Ik had die auto met chauffeur. Ja. Ik werd aangesproken met excellentie. Maar ja, dat is natuurlijk wijsheid achteraf. Ja. Ik wil u danken voor uw komst, want u gaat zich voorbereiden op het concert, heb ik begrepen. Ja, ik ben een groot bewonderaar van uw werk. Oh. Ik vraag me af hoe u dat altijd volhoudt. Het lijkt me topsport. Ja, zeker topsport. Ik heb op de bühne heb ik ook een fles met zuurstof staan, hè? Oh, dus u krijgt wel luchtsteun. Ik wil even naar die strafzaak tegen die twee Albert Heijn-medewerkers die een overvaller dan onnodig hard zouden hebben geslagen. Dus die overvaller eist een schadevergoeding. En die jongens die kwamen op voor een collega. En ja, dan in de emoties vallen er een paar klappen. Wat ik begrepen heb, was het dus zo dat de goede man al op de grond lag in de boeien geslagen. En dat hij daarna nog in elkaar werd getrapt. Ja, ik weet niet, misschien verstaan ze dit bij de Albert Heijn onder een bonusaanbieding. Nee, maar de politie, dat is een stelletje lamlullen, zeg. Dat, oh, ja? Dat weet ik uit eigen ervaring, ja. Die staat hier clownspak op het politiebureau te vertellen dat de boeven de schat hebben gestolen. Nou, je wordt gewoon vierkant uitgelachen. Huh? Echt waar. Terwijl je weet wie het zijn. Je weet wie het zijn. Ze zijn altijd dezelfde. Ze zijn altijd dezelfde. Oh, ja? B1, B2 en de baron. Meneer Nawijn, ik wil met u beginnen. U was deze week, bent u nogal in de problemen gekomen door uw frisse kijk op de doodstraf. Ja, ik denk dat de heer Nawijn daar maar één ding over wil zeggen, hè, Albert? Ik heb er spijt van. Ik neem al mijn woorden terug. Ik had me natuurlijk moeten realiseren dat leden van de regering maar met één mond spreken. En dat is niet de mijne. Juist. Maar zegt u dit nu als minister, als lijsttrekker of als mens? Ik zeg dit als de buikspreekpop van Jan-Peter Balkenende. Ah, ja, ik heb alles weer onder controle, hoor. Ja. Niet eens. Gekke pop, zwaai eens even naar mij. Zo, ga dan weer zitten. Zie je, Jack? Spijkerman, wat is dat voor bloody poppenkast? Waar gaat dit over? Nou ja, ik ben bij heel wat krankzinnige regimes over de vloer geweest de afgelopen jaren. Maar zo pedis heb ik het nog nooit gegeten. Ja, dat is een compleet madhouse. De wapeninspecteurs, hè, die zijn ondertussen geland in Irak. Ja, nou ja, dat is toch ook zoiets. Saddam veegt toch zijn grote blote bibs af met die inspecteurs. Spaar? Dat is bloody ridiculous. Die lui krijgen daar een toeristische rondleiding door dat land. Langs een babymelkfabriek en drie kokosnotenkwekerijen. Ze krijgen een handje, zoentje en een cadeautje staan weer op het vliegtuig. Oh? Dat slaat helemaal nergens op. Dat het één grote disaster wordt het. Ja, maar hoe weet u dit nou allemaal? Ja, nou ja, ik ben er geweest vorige maand. Heb je dat niet gevolgd? Ja, je doet het goed hoor. Maar je moet dat soort dingen gewoon volgen. Een maand geleden heb ik met Tariq Aziz om de tafel gezeten. Mm-hmm. En dat is een heel slimme man. En Tariq zegt ook, Willem, het gaat zo alleen maar om de oil. Het gaat allemaal om de oil, dat is alles. En als de Amerikanen zo nodig die oil willen hebben, kunnen ze toch ook gewoon naar Spanje gaan. Dan schrapen ze het gewoon van de rotsen om ze die deze te drillen. Ja. Toch? Maar Tariq Aziz moet je niet onderschatten, dat is een knappe vent. Ja, Tariq Aziz, die ken ik wel, die is ook voor de doodstraf. Ja. Yeah. Ja, en niet zo'n beetje ook, hoor. Ja, kijk, je kunt zeggen wat je wil over Irak, maar ze weten daar wel hoe ze met de minderheden moeten omgaan. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik voor het gebruik van biologische wapens ben, maar ik heb zeer veel respect. He? Voor de manier waarop Saddam Hussein het heikele punt bespreekbaar heeft gemaakt. Ja, goed. Ik wil even naar het onderwerp, de release van de nieuwe single van Raemster, Kut Marokkanen. Zijn nummer is deze week superclip op MTV. Genoeg ze me noemden vroeger, ik was wat kleine kut Marokkaan, dat is wat ze zeiden. Ze willen ons zwart maken, als ze over ons praten. We hebben ze niks gedaan en alsnog willen ze ons haten. Ja, meneer Nawijn, wat vindt u van die single, Kut Marokkanen? Ja, ik heb hem meteen gekocht. Ik vond de titel vond ik zeer veelbelovend. De uitwerking vond ik wat minder. Ja, meneer Wijsglas, wat vindt u van die titel op zich, Kut Marokkanen? Dat is natuurlijk niet het parlementaire taalgebruik wat wij voorstaan. Wij hebben het binnen de Kamer liever over voorbipsberbers. Heeft zo'n nummer nou invloed? Denkt u dat zo'n nummer invloed heeft? Ja, vergist u zich niet. Denk eens aan de impact van een nummer als... Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep hoi.
Ja. Dat geeft toch een volledig verkeerd signaal af richting de gezinshereniging. Ja, nee, meneer Nawijn, ik vind nu dat u een beetje de verkeerde... Het zou natuurlijk moeten zijn, ik heb een tante in Marokko en die hebben we bereid gevonden om twee ontspoorde Marokkaanse jongeren die in Nederland waren in Marokko op te nemen en dan blijven ze lekker zitten, hiep hoi. Ja. Ja. En de rest van de liedjes moet gewoon afgeschaft worden. De rest van de liedjes afschaffen, dat is het zoveelste proefballonnetje van u. Ja, ik krijg zoveel kritiek op mijn proefballonnetjes. Ja, maar neem nou alleen al, u wil de criminele Marokkanen met een dubbele nationaliteit terugsturen naar Marokko. Ja, kijk naar Venlo. Ja? Wordt een man in elkaar geslagen door een Marokkaan. Ja. Die al sinds zijn 12e actief is in het criminele circuit. Ja. Als mijn plannen waren doorgevoerd, had die Marokkaan al lang en breed in Marokko gezeten, had hij nooit iemand doodgeslagen. U bent echt afgevallen, hè? Vind je dat? Ik ben al 10 jaar op hetzelfde gewicht. Ja, echt waar. Net even toch. Gewoon geen tussendoor. Ik ga niet van de kersenbonbons zagen. Meneer Nauw, meneer... Pas op voor het jojo-effect, ja. 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 Meneer Nauw, meneer... Ja, meneer Balkenende, dit is wel uw minister, hoor. Ja, dit is toch onhoudbaar, verantwoordelijk? Ja, het is volstrekt onhoudbaar. Ik kan ook zeggen, als ik gewoon even uit de school klap, dit is een van de weinige LPF-ministers waarvan ik zeg, daar zou ik heel graag weer een stekker in willen steken. Maar ja, mag natuurlijk weer niet, hè, normen en waarden. Ja. En je kunt hem niet zomaar laten vallen, want misschien heb je hem nog nodig voor het kabinet Balkenende 2, 3 en 4. Ja. Ja, want u houdt alle opties wel een beetje open, hè? Want u wordt er nu weer van beschuldigd dat u ook aan het flirten bent met links. Oh, maakt me niet uit. Ik hou alle opties open. Desnoods praat ik met Jan Marijnissen van de SP. Toch. Dat wordt wel een leuke combi. Jij Harry Potter en hij de tovenaar van Oz. Nee, die Harry Potter vergelijking hebben we de afgelopen maanden natuurlijk allemaal smakelijk om gelachen. Maar dat moet nog maar eens afgelopen zijn! Ja. Het gaat hartstikke goed met het CDA. We hebben tussentijdse verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad en we hebben dik gewonnen in Zwijnsteen. Zwijndrecht. Ja, Zwijndrecht, dat maakt het uit. Het is gewoon een hele goede indicatie voor hoe het gaat straks bij de verkiezingen voor de Geheime Kamer. De Tweede Kamer. Wat maakt het nou uit? Houd toch eens op met die Harry Potter. Is dit voor een gekkenhuis hier? Dat is een compleet lunatic asylum waar ik in terecht ben gekomen. The world is on fire, Spijkerman. Ja. Wake up. Ja. Ik bedoel, waar ben je mee bezig? Ja? We gaan Irak binnenvallen en dit zit hier over Harry Potter. Wat is dat? Wie is dat? Waar gaat dat over? Harry Potter, dat is een 13-jarig jongetje met hele bijzondere gaven. Zo, hoe laat is die besteld? U kijkt naar Topspijkers, een terugblik op het afgelopen half jaar. Geen fragmenten vanavond uit ons spel, geen fragmenten uit de opening. Want die gaan we allemaal aanstaande dinsdag, oudejaarsavond, gebruiken in het programma Spijkers Jaaroverzicht. Ik ga daar een spel spelen, dat doe ik met Daphne Dekkers, Jan Marijnissen, Philip Freriks, Johan Stekelenburg, Dominee Gremdaad en Bert Visser. En dan komen al die fraaie fragmenten nog een keer langs. En ook de cabaretiers zullen daar live bij aanwezig zijn. Goed, dat is oudejaarsavond vanaf 9:30. Nu nog een flink blok cabaret van het afgelopen half jaar. Hele fraaie muziek van After Forever. En een discussie over een Belgische feestgemeente. Juist. In ieder stad of dorp is wel eens een feest. Maar in België gaan ze een stap verder. De burgemeester van Merchten, dat is een plaats in België, die wil zijn gemeente officieel laten uitroepen tot feestgemeente. Meneer de Blok, welkom. U bent de burgemeester van Merchten. Ik ben de burgemeester. Bent u een feestliefhebber? Ik feest zelf graag, ja, maar ik denk onze bevolking evenzeer. Juist. Meneer Heijvaart, u ook welkom. U zit in de oppositie, in de gemeenteraad in Merchten. U vindt het, geloof ik, overdreven. Ik vind het inderdaad een beetje overdreven, want in Nederland geldt hetzelfde als in België. Trot is een beetje... te veel. Trop is te veel. Oh. Te veel is te veel. Eerst maar even kijken. Merchten, waar ligt het ongeveer? Waar moeten we het zoeken als we erheen willen? Merchten ligt dus eigenlijk tegen Brussel. Tegen Brussel aan. Even een kleine sfeerimpressie van Merchten. Vertelt u even wat we zien. Een trein, dat zie ik ook. Ja. Station van Merchten, pittoresk, gerestaureerd de laatste jaren. Uh-huh. Dat is het gemeentehuis en de markt, de wekelijkse markt. Merchten heeft op dat vlak een enorme traditie. Een terras, een boerenpad. Merchten is ook een landelijke, zeer landelijke gemeente. Boerenplaats. Voilà. Ja. Nou, niks mis mee. Panorama op Merchten. Ja. En er fietsen ook wel eens mensen. Zeker en vast. Zet u. En daar mag je met z'n allen gaan zitten. Oké, nou, mooi dorpje. Maar nu schijnen er zelfs mensen te zijn die speciaal naar Merchten verhuizen, heb ik gehoord, omdat daar zo vaak feest is. Ja. Is dat echt waar? Wel, elk jaar verwelkomen wij de nieuwe inwoners van Merchten en bij een gezellige babbel
zijn er heel wat mensen die mij zeggen, we zijn blij dat we terug in Merchtem kunnen komen wonen, die dus elders gaan wonen waren bij het begin van, van hun huwelijksleven, zogezegd, en dan graag terugkomen naar Merchtem. Merchtem leeft, Merchtem bruist. Noemt u eens wat feesten wat er zoal in Merchtem zijn. Het is mij aangereikt. Ja. Kijk, dit zijn allemaal over feesten in Merchtem. Jubeljaar. Ja, feestjaars. Feestjaar, gouden klakson, oude soldaten hebben dan weer feest. Jongerenfeest, finale Miss België. Er wordt inderdaad 200, wel afgefeest. 213 eetfestijnen per jaar in de kleine gemeente. Dus, kunnen we allemaal niet doen natuurlijk. Het klinkt mij leuk, wat is daar nou mis mee? Inderdaad, feesten is inderdaad leuk, maar... Wat wil u dan? Ik zou toch een ander alternatief voorstellen. En dat is? Merchtem heeft een enorme traditie op het vlak van poëziewedstrijden. Wij hebben een cultuurkring Soetendalen, die zelfs tot hier in Nederland gekend is. Tot in Amsterdam, de brakke grond. Waar jaarlijks toch tienduizenden jongeren aan deelnemen. Ja. Het gaat hem heel specifiek daarom, niet alleen aan deelnemen, maar de jongeren worden ook begeleid. En ik vind dat dus een perfecte manier om een culturele uitstraling van Merchtem, uiteraard voor de poëziewedstrijd, en Merchtem Poëziegemeente. Dus in plaats van feestgemeente zegt u, maak er een poëziegemeente van. Want inderdaad, alles wordt aangegeven van feest. De eerste steenlegging, feestje. De laatste steenlegging. Ja, men overdrijft daarin natuurlijk. Er zijn vroeger ook feesten geweest en plechtigheden zijn er overal. Maar het gaat inderdaad hier om de centen. En daar ik wil even die feesten. Daar is het, nieuwe prullenbak. Daar is het inderdaad in essentie om te doen. Om maar een voorbeeld te geven. Een paar maanden geleden werd in Merchtem in Brussegebeer bepaald. In het ontmoetingscentrum. In de nieuwe keuken werden daar wel geteld, als ik me niet vergis, burgemeester, twee friteuzen geplaatst. Twee. Wat doet men? Twee frituurpannen. Uiteraard. Drie was te duur. Uiteraard een receptie met alles erop en eraan. Wie betaalt dat? Nee, maar ik denk dat dat heel belangrijk is, want die friteuzen die zijn er gezet geweest omdat het cultuurcentrum, dat 60 miljoen Belgische frank gekost heeft, dat dat niet gebruikt werd. En nu zijn de verenigingen van Brussel uitgenodigd om die mensen erop te duiden dat de infrastructuur dermate aangepast is dat zij kunnen een feest geven in die zaal. Voilà. Ja. Hij is er nu. Is uiteraard zeer leuk, dat feest. En die friteuses die waren er inderdaad en nodig. En die receptie heeft 20.000 Belgische franken gekost. Voilà, daar gaat het hem nu heel specifiek 500 om. Euro. Om het geld dat supplementair wordt besteed aan die recepties. En wie betaalt dat? De Merchtemse belastingbetaler. Ik denk dat ik samen met mijn echtgenoot de grootste privéparty gegeven heb. Twee maanden geleden, dat was namelijk onze bruiloft. Ja. Maar dat is wel betaald door mijzelf en door mijn vrouw. Ik heb het niet over de bruiloft. U heeft het hele dorp uitgenodigd, hè? Het dorp uitgenodigd, ja. Ik heb het dus maar niet... De mensen wilden toch meegenieten. Noemt u dan het voorbeeld... Fantastisch initiatief. Ik kan er alleen maar toejuichen. Maar je waant er niet. Ik kon echt niet komen. Ik had op die dag... Ik heb burgemeester... Je kon niet komen, maar je bent twee keer per fiets gepasseerd om te zien hoeveel volk dat er was. Burgemeester, dat is niet waar. Ik was de hele dag op school, bij ons op school. 16 augustus waren er herexamens. Ik ontkent ten stelligste dat ik daar met de fiets gereden. Dat om 7 uur s'avonds was de feest. Burgemeester, de herexamens zijn heel laat doorgegaan. Die discussie, daar neem ik niet aan deel. Ik was om 11 uur thuis om professionele redenen. Dat is een andere zaak. Wat is dat toch, dat die inwoners van Merchtem zo graag feesten? Hoe weet u dat ze dat zo graag willen? Komt u veel onder de mensen? Om een slogan van de oppositiepartij te gebruiken, ik begeef me inderdaad heel veel midden de mensen. En ik kan heel gerust 's avonds eens een pintje gaan drinken aan de Toog. Om daarover eens te discussiëren. Aan de Toog wordt niet het beleid bepaald, maar aan de Toog wordt wel het beleid geëvalueerd. En als er mensen een probleem hebben met een of andere zaak, dan kan dat daar in Bergen worden gebracht. Lossen ze het op in de kroeg. En daar hoort u wat er leeft. Ja. Komt u veel in de kroeg? Ik kom nauwelijks in de kroeg. Nee. Hoe weet u wat er leeft? Ik heb daar juist gezegd, ik rijd dagelijks met mijn fiets rond in Merchtem. Ik ga dagelijks... Maar houden ze u dan aan als u daar fietst? Dat is een unieke gelegenheid om contact te hebben met uw bevolking. Heren, het lijkt me een feest om langer met jullie door te praten. Ja, ik zou het graag doen. Maar de tijd die dringt mij. Ik wil alleen nog weten, stel dat Merchtem officieel wordt uitgeroepen tot feestgemeente.
Wat verandert er dan nog? Wat komt er dan nog extra bij? Wel, ik denk dat de Nederlandse TV een primeur heeft. We hebben gisteren een bericht gekregen van minister Van Grembergen dat Merchtem officieel feestgemeente mag genoemd worden. En de borden, welkom in Merchtem feestgemeente, die zijn in de maak. Ja. En ze zijn heel burgemeester Martin. En wat verandert er dan? Wat, we gaan onze feesten nog beter organiseren. En wij hopen dat we daarmee de verenigingen nog meer kunnen stimuleren. Ja. Om activiteiten te voeren. Ik wil afsluiten. Het ergste van al, om feestgemeente te worden, moet men aan geen enkele voorwaarde voldoen. Een atleet, als hij deelneemt aan een wedstrijd, moet hij een minimum lopen. Een leerling, als hij wil overgaan naar een volgend jaar, moet hij een minimum presteren. Dus feestgemeente. Maar meneer Heijvaart. Iedereen in Vlaanderen kan zich feestgemeente. Maar nu? Jeugdpoëziegemeente ook zo. Gaat u verhuizen? Nee, helemaal niet. U blijft daar wonen, in de feestgemeente, en u blijft strijden voor de gedichten. Ik heel graag in Merchtem, zeker en vast. Ik nodig hem zeker uit voor het eerstvolgende feest, namelijk vanavond het banket van mijn eigen partij. Spijt me. Heren, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Ja. De groep die we nu hebben, die hebben getoerd door Mexico, door Zuid-Amerika. Ze zijn populair in Israël, in Finland, in Japan. In Nederland zijn ze nog relatief onbekend, behalve in de kring van kenners. Een tweede cd is net uit en die heet Decipher. Hier is de Nederlandse gothic metalband After Forever. Ja! Yeah. Thank you.
Volker van de G. Er is één vraag. Er is één vraag die het Nederlandse volk al maanden bezighoudt. En het is: waarom gaat een gezonde man bij zijn volle verstand in de bloei van zijn leven, een leuke vrouw, je hebt een baby, waarom gaat zo'n man in godsnaam in Harderwijk wonen? Man, zeg wat, mijn handen jeuken! Het is mijn ultieme natte droom, hè? Om heel Nederland te beledigen zonder je bek open te doen. Ja. Pim wil zeggen, geen commentaar. Oh. Nou, dat zou Pim nou nooit gezegd hebben. Nou, ik zal niet weten wat Pim gezegd zou hebben. Ik zou niet weten wat Pim... Ik heb Pim begeleid bij 250 interviews, notabene. Ik heb nog steeds een lijntje met Pim. Hè. Pardon? Ja, nou... Een lijntje met Pim, hoe bedoel je? Ja, ik ben een soort mediamiek begaan. Hè? En dan krijg ik nog steeds boodschappen van Kunt u Pim. Dat een keer voordoen? Dat? Nee, dat laat zich niet dwingen. Dat komt en dat gaat zoals het gaat. Dat laat zich absoluut niet sturen. Hè. Dat komt een beetje als poepen. Ja. Oh, er komt een tweede lijntje. Oh, er komt een tweede lijntje binnen wisselgesprek. Dat is toch een bloody shame! Mat, wat heb je dat goed gedaan, zeg, in de formatie. Oh, zoals je mijn gedachten goed hebt vertegenwoordigd en hebt verdedigd als een tijger. Geweldig gedaan, hoor. Pop, verdikke me, Mat. Echt geweldig. En zoals je die JSF er doorheen gedouwd hebt. Dat was voor mij echt een inschattingsfout, hoor. Ik ben er zo blij mee dat de JSF er door is. En die vreselijke Theo van Gogh, wat verspreidt je leugens over jou, Mat. Terwijl het allemaal zo goed bedoeld en zo goed doet. Wat is er trouwens van dat standbeeld voor mij geworden? Ik heb nog steeds geen standbeeld gezien. Kijk af en toe eens naar beneden. Ik zie geen standbeeld. En waarom kwam ik niet in de troonrede voor? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Nou, ik had het idee dat u contact had met Pim. Oh, is het weer zo laat? Heeft u nog iets over mij gezegd? Nee, heeft helemaal niks over u gezegd. Het meest schokkende nieuws vond ik deze week dit. Mat Herben heeft zijn snor niet meer. Hij heeft zijn snor afgeschoren. Jezus, allemaal mag ik. Het ligt iets genuanceerder. De snor heeft zich afgescheiden van Mat Herben. Er was natuurlijk al enige tijd gerommeld binnen de fractie en uiteindelijk konden de heer Herbe en zijn snor niet langer door één deur. Maar hoe weet u dat allemaal dan? Ik ben sinds afgelopen donderdag woordvoerder van de snor. De snor kwam bij ons kantoor. Hammerstein heeft er naar mij doorverwezen. En ik kan u vertellen dat groep de snor al op 3 zetels staat in de peiling. Wat drijft u? Wat? Nou, ik denk dat ik op de een of andere manier het kind in mij levend gehouden heb. Het kind dat roept, ik wil deze wereld verbeteren. Echt waar? Ha, daar had ik je te pakken, hè? Het laatste wat ik verwachtte, heren, dat ik u beiden hier nog aan tafel zou hebben. Waarom? Nou ja, waarom? U heeft al weken ruzie. We hebben maar geen ruzie. Moet nou krijgen? Nee hoor. Ja, kijk, Eduard heeft natuurlijk zo zijn onhebbelijkheden. Hè? Ja. Het is een enorme professorale, pedante burgertrut eigenlijk. Oh. Die niks liever doet dan de hele dag lopen koketteren met citaten van Machiavelli en Confucius. Die hij rechtstreeks uit zijn succesagenda heeft gehaald. Ja, ja. En Herman is een ordinaire platenboer. Oh. Zonder enige wetenschappelijke achtergrond. Ja. Hij is achterbaks, hij is poenerig, hij is gemakzuchtig en lui. Hij wil graag vicepremier worden, maar verder. Maar politiek inhoudelijk hebben we geen enkel probleem. Politiek inhoudelijk is geen enkel probleem. Nee, nou. Ik wil door naar het volgende agendapunt. Wacht even, dat klapt u voor in uw handen. Ja, ik wil door naar het volgende agendapunt. Oh nee, dat doet u. Dat las ik in de krant, hè. U klapt steeds in de ministerraad als u naar het volgende... Ik wil door naar het volgende agendapunt. Maar dan heeft Bonhoff er is gezegd dat u niet meer dat mag doen. Daar ergerde zich die hele ministerraad aan. Nou, dat doe ik daar dan ook niet meer. Oh, nou, dat is heel goed van u. Maar ja, er stond meer over in de krant, want u doet dat inderdaad niet meer. Maar het gezelschap is verbouwereerd als Bonhoff een week later een belletje van 4 euro heeft aangeschaft. En een smeuïg detail, Bonhoff wil het belletje via een medewerker declareren. Ja. Mijn hemel, nog aan toe. En daar was er nog iets, want al die ministers ergerden zich aan, maar toen heeft Heinsbroek gezegd, kijk,
daarover in een radio-interview. Op een gegeven moment kreeg ik zoiets van, ik gooi Bomhoff met het belletje het raam uit. Ja, dat heb ik gezegd, ja. Ja, maar... Maar meneer Bomhoff, is dit nou niet in een notendop de reden van een kabinetscrisis? We zijn volwassen mensen. Is het dan niet heel kinderachtig dat u vanwege een belletje... Ik wil door naar het volgende. Ja, maar ik ben, sorry, maar ik ben even met meneer Heinsbroek. Is het niet kinderachtig dat er een kabinetscrisis ontstaat? Het is niet zomaar niks. Het is een hele bijzonder irritante eigenschap. Hou nog zo, want ik wil even met... Dan moet u goed luisteren. U bent hier in mijn programma te gast. Dan wordt hier niet geklapt. Dan wordt hier ook niet meer gebeld. Dan heb ik helemaal geen zin in. Ik denk dat helpt. Maar hij loopt hier de zaak uit. En hij koopt aan de overkant een nieuw belletje voor 4 euro. Nou goed. Ik ga, meneer, laat me niet opwinden erover. Maar ik begrijp de woede opeens. Oké. Ik wil even naar meneer Roosmuller. U heeft zich rot gelachen de afgelopen week. Nou nee, helemaal niet natuurlijk. Het was de week waarin prins Klaus werd bijgezet. En ik vind het heel vervelend dat ik op deze manier gelijk heb gekregen. Want het is natuurlijk erg triest dat uitgerekend nu het kabinet moest vallen. Ja. Want we hebben het hier wel over het landsbelang. En het doet mij ronduit pijn om te zien hoe de kiezer zich afwendt van de politiek op deze manier. Ja. Dus ik zie niet als een overwinning, maar als een nederlaag. Voor de democratie. Meneer Roosmuller, als goede verstaander proef ik toch een lichte vorm van euforie, van triomf. Nou, nee, kijk, wij waren natuurlijk wel de eerste die doorkregen dat het rommelde binnen de coalitie. Ja. En ik begreep het natuurlijk al gelijk toen wij dat kaartje zagen van Balkenende uit de Trevenzaal. Ja. En ik wil mezelf niet op de borst kloppen. Nee. Maar, ach, waarom ook niet eigenlijk? Ja. Ik heb begrepen dat er nu in de lucht hangt dat u een nieuwe partij wil gaan oprichten. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat het leuk zou zijn om er eens een bureautje te laten peilen. Of daar draagvlak voor zou zijn. Ja, maar het gaat er niet om te kijken of daar mensen zijn die er wil. Het gaat toch om de ideeën die u heeft voor zo'n partij? Nou, het gaat ook om de ideeën. Oh. Ik heb alleen geen idee. Wat voor ideeën? Dus daar moet je ook eens op hebben. Maar goed, en wie wil u dan meenemen? Wie? Nou, dan denk ik aan jongens als Hilbrand Lawijn heeft het goed gedaan. Rolf de Boer. Ja. Gekke jongen. Harry Wijnschenk natuurlijk. Gekke hond. Wat gaat u me nou vertellen? Is dat Harry Wijnschenk? Ja, dat is Harry Wijnschenk. Daar, ga zitten. Nee, dat is licht. Domme hond. Ja. Nou ja. Mijn hemel, bent u nou helemaal besodemieterd? Het is toch belachelijk dit? Wonderop, zeg. Meneer Roosmuller, tot slot naar u. De kiezers die zijn bang dat na dit failliet van de nieuwe politiek alles weer terug gaat naar het oude. Krijgen we nou weer die oude starre regentenmentaliteit? Nou ja, dat zou wel heel jammer zijn als we teruggaan naar het oude politieke gewauwel. Ja. Waar de kiezers weinig boodschap aan hebben. Ja. En daar wil ik graag 9 dingen over zeggen. 9 dingen? Ten eerste kan het natuurlijk niet zo zijn dat enerzijds het electoraat een boodschap heeft uitgezonden. Oké. Dit was het nogmaals. Oudjaarsavond vanaf 9:30 Spijkers jaaroverzicht. Met al die fraaie fragmenten. Met de cabaretiers zijn erbij. En een aantal gasten spelen wij een spel. Tot zover. Een prettig weekend. En tot dinsdagavond 9:30. Ja!